Rijke landen worden opgeroepen hun vaccins te delen. Dit zegt minister Amar Ramadine van Volksgezondheid in het kader van Wereldgezondheidsdag, die jaarlijks op 7 april wordt herdacht. De oproep voor dit jaar is een eerlijke en gezonde wereld. De bewindsman merkt op dat met de dreiging van een derde COVID-golf in Suriname ons land andere landen oproept voor een eerlijke toegang tot COVID-19-vaccins. Waarbij we zien dat nog steeds de armere landen of landen die een minder financiële kracht hebben, nog steeds worden geweerd door het vaccinnationalisme en door de vaccinindustrie. Dus wij roepen ook op dat wij, en de Paus heeft het ook gedaan, dat rijke landen hun vaccins moeten delen. Ik denk dat wij ook die mening zijn toegedaan. Maar los daarvan ook, ik denk dat het goed is. En ook in Suriname, als je kijkt, moeten wij met elkaar samen beseffen dat wij gezamenlijk die verantwoordelijkheid moeten nemen om die gezondere Suriname te hebben. De bewindsman vindt het erg dat sommige mensen het nog steeds niet nauw nemen met de COVID-19-maatregelen. Hij benadrukt dat de andere varianten van het virus niet onderschat moeten worden. Het wel tot ons door waarmee we bezig zijn. Mensen zien het waarschijnlijk als een fluitje van een cent. Maar het is wel belangrijk om te weten, en dat is de boodschap die ik wil geven voor Wereldgezondheidsdag, dat de variant van COVID, namelijk de Manaus variant, wel die shift nu maakt naar de jongere populatie. Dus 25 en 40 jaar, die data is beschikbaar op internet. En de jongeren die al die tijd dachten van, ja, ook al kreeg je COVID-19, kreeg het gewoon aan zijn griep, is niet meer het geval. Bij COVID, bij Manaus variant, zie je in Brazilië bijvoorbeeld, dat de IC's vol zijn gepropt met jonge mensen. 25, 30 jaar, 40 jaar. En daar is die waarschuwing die ik geef als minister van op Wereldgezondheidsdag, dat we niet moeten denken dat we untouchable zijn. Dat we niet ziek kunnen worden, dat we niet dood kunnen gaan. Ik denk niet dat dat goed is en ik vind het ook zeer onverantwoord, mag je van mij weten, dat de plek waar gisteren het feest was, zich recidiverend eigenlijk in die positie plaatst omdat ze maatregelen moeten treffen tegen ze. En dat komt echt wel eraan. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid vanmorgen op de stoep van het kabinet van de vicepresident.